Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tjokkes en ik ben hier alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel leuks maken. Ik heb hier een mooi frame. Kijk, echt een toppetje. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En er komt veel leuks aan. Ik kreeg ook al veel aanvragen. Ik had wat gevraagd van wat jullie graag wilden zien. Deel dat altijd met mij. En wie weet zie je dat dan binnenkort terug in een video. Goed. Heb je vorige keer meegedaan met een winactie? Heb je misschien wel een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen? Dan komt je naam hier in beeld. Van harte gefeliciteerd door een reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen dit jaar mee met de winactie. Wil je nou ook meedoen met de winactie en kans maken op een cadeaubon te waarde van 15 euro? Laat hieronder een leuk reactie achter en doe een duimpje omhoog. Wil je twee keer kans maken? Deel dan deze video op Facebook of Instagram. Is natuurlijk ook gewoon super leuk om te delen en het bloemschikken te verspreiden. We gaan echt een hele leuke tijd in. Dus ja, ik vind het sowieso super leuk om het op die manier te verspreiden. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnaarbemis.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Goed, dat gezegd hebben, kunnen we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met dit mooie frame. En er zitten ook clipjes bij, heel leuk. Want we gaan vandaag een herfstschilderij maken van bloemen. Hè? Dus een levend schilderij. Weer eventjes iets anders, zoiets stond nog niet op het kanaal. Ik krijg heel vaak de vraag van, hoe kom je toch op die ideeën? Nou ja, vaak zie ik een ondergrond en denk ik, ja, dat is het. Een levend schilderij hebben we nog niet gehad, dus dat gaan we vandaag maken. Het leuke aan de clipjes, ik haal ze nu even af. Maar je kan ze wel later weer gebruiken door bijvoorbeeld wat leuke foto's op te hangen. Dus zo kan je zelfs foto's verwerken in dit schilderij. Heel erg leuk dus. Je kan hem ook elke keer weer gebruiken, want daarna kan je hem ook gewoon gebruiken als fotolijst. Goed, wat we gaan doen. We gaan oase bevestigen in de middenkant. Aan de binnenkant, in het midden. En dat gaan we even het bakje wegwerken. En daarin komen de bloemen. Ik ga vandaag wel echt mooi weer een herfstbloemstuk maken. Want we zitten midden in deze mooie periode van mooie materialen. Goed, ik haal je iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Dit gaan we straks weer doen door middel van dit frame. Ik vind ze gewoon echt heel handig. En wat we eerst even gaan doen is het waterschaaltje zowel aan de onderkant als de zijkant even wegwerken met mos. Zo krijgt hij straks ook wat grip op het frame. En je ziet het niet, dus het is gelijk mooi weggewerkt. Dat willen we natuurlijk. Hoe ik dat doe is eventjes met een rolletje wikkeldraad maak ik het vast aan het frame. En eigenlijk buig je het mos eigenlijk gelijk zo omheen, zodat het hele bakje is weggewerkt. En dan wikkel je gewoon één keer om het bakje heen. Pas op dat je niet te hard aantrekt, dat je niet het hele oase stuk maakt. En dat doe je eigenlijk met het hele frame eromheen. Extra omheen aan de zijkant, zodat het echt goed vast zit. Uiteindelijk steek ik gewoon in het steekschuim. En zoals je ziet is dan aan de onderkant en de zijkant mooi weggewerkt. Dan kan die binnen in het frame. Deze komt dus in het midden. En hij komt er al vrij strak door het mos in. Dus hij zit daar wel aardig strak. Maar we gaan nog wel even extra een wikkeling doen. Door wat ijzerdraad eromheen te binden. Dan weten we zeker dat hij goed vast zit. Want er komt natuurlijk wel een beetje gewicht op door de bloemen. Nou, jongens, dit is al nu. Ik vind het nu al leuk. Dat is echt wel een leuk ideetje. Aan de
onderkant maak ik hem weer aan elkaar vast. Zit hij zeker weer goed vast. Nou, dit kan geen kant meer op gaan. Dus dat zit super stevig vast. En op deze manier kunnen we met de oase gaan werken. Het lekschaaltje zit eronder, dus hij gaat niet lekken. Dus ja, een goede basis om weer te beginnen. Nou ja, en je kan hem nu eigenlijk opmaken zoals je hem zelf leuk vindt. Zoals je het zelf wil. Ik vind het echt... Oh, ik ben al helemaal enthousiast. Ik vind het echt heel erg leuk. Het mooie is natuurlijk dat je dat luchtige hebt. En wat is ook leuk, is zodat je eventueel die foto's nog weer tussen kan doen. Goed, ik begin als baas met de asparagus. En ik steek hem gewoon verder op. Je kan het heel compact doen door alleen echt het middelste. Dat je echt aan beide kanten doorheen kan blijven kijken. Je kan ook met hoogte spelen. Dus je kan dat schilderij eigenlijk schilderen en maken zoals je zelf wil en je zelf leuk vindt. Aan beide kanten van het schilderij op, zodat je hem ook aan beide kanten mooi hebt. Wil je hem nou bijvoorbeeld tegen de muur neerzetten, dan kan je hem natuurlijk gewoon aan één kant mooi opsteken. Zo kan je zelf helemaal kijken wat je zelf leuk vindt, hoe je het graag wil verdelen en opsteken. Kies dan in je eigen weg. Dan gebruik ik lampionnetjes. Dat doe ik door middel van een krammetje doorheen te steken. Soms blaas ik hem even op zodat hij iets boller staat. Kijk, ik pik er eigenlijk gewoon doorheen met het krammetje. Dan heb ik weer mooie malusappeltjes en ik vind het wel mooi om die in een strakke lijn dus zo langs te doen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon verdelen wat je zelf leuk vindt. Luciantes. En die verwerk ik zowel iets langer als korter. Maar je ziet nou een beetje een lengteverschil tussen de rine en de rest. Dus op die manier werk je dat mooi op. Maar heb je nog gaatjes onderin, kan je het ook wat korter verwerken. En dat kan je eigenlijk ook doen met de rest van de materialen die je dan nog hebt. Zodat je het steekschuim helemaal wegwerkt. Ja, en deze warme kleuren bij elkaar zijn natuurlijk echt prachtig. En het is allemaal weer net eventjes iets anders dan anders. Een super mooi schilderij. Wat je eventueel ook kan doen. Ik heb nu met verschillende hoogtes gewerkt. Vind ik een heel leuk effect geven. Zeg je van ik wil het wat korter. Kan je bijvoorbeeld voor kiezen om de narine er wat lager in te doen. Ik laat jullie zien hoe dat er dan uitziet. Is ook heel mooi. Dan kijk je er wat meer doorheen. Wat je persoonlijke voorkeur heeft. En dan kan je het natuurlijk zo diepte insteken als je zelf wil. Ja, je kan er dan natuurlijk gewoon helemaal je eigen stijl aangeven wat jij leuk vindt en hoe je het wilt maken. Dat blijf ik zeggen, maar dat vind ik ook heel erg belangrijk. Je kan er eigenlijk dan aan toevoegen wat jij zelf heel erg mooi vindt. Je kan ook nog wat leuke herfstvruchtjes eraan toevoegen. Ik vind het ook een heel leuk effect. Je kan onderin nog wat doen, maar zoals ik al zei, kan je ook
die klemmetjes gebruiken om eventueel wat foto's eraan op te hangen. Of misschien wil je wat andere dingen eraan ophangen. Kan ook. Ja, en zo zijn er heel veel mogelijkheden. Wat ik ook nog heel leuk vind is om bijvoorbeeld deze vlindertjes aan toe te voegen. Ja, je kan denken, is vlinder echt herfst? Maar eigenlijk, ik vind het hele jaar door wel kunnen. Je kan ze eventueel ook onderin toevoegen. Als je dat leuk vindt. Of juist op het frame eentje. Heeft ook een leuk effect. Je kan ze echt laten vliegen. Maar deze zijn natuurlijk heel leuk bij de kleuren die we dan nu gebruikt hebben. We staan in verschillende kleuren in onze webshop. Dus dan kan je eventueel zelf bestellen wat je zelf leuk vindt. Als je die wil toevoegen. Goed, dan hebben we echt weer een prachtig en origineel bloemstuk. Zoals ik al zei, kan je hem helemaal naar eigen wens maken. Zoals jij dit graag wil doen. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dan vind je het onderkopje cursuspakketten. Ik vind het echt weer een toffetje. Het is toch echt leuk, jongens. Kijk dan. En vooral door dat luchtige heb je een heel sfeervol schilderij. Net even weer anders dan anders. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. En ik hoop dat je het wel leuk vond. Of vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. Dan doe je ook gelijk alweer mee aan de winactie. Maar ik vind het ook gewoon super leuk om te lezen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En zie je me de volgende keer weer. Doei!